Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag maandag 4 september 2023 en ik wil iedereen bedanken die heeft gereageerd op mijn video van donderdag waarin ik dus een nieuw concept introduceerde, namelijk korte vragen en dan 3 tot 4 kaarten daarop leggen. Heel erg bedankt, ik merkte dat een heleboel mensen dat een heel leuk concept vinden. Ik zal het zeker vaker gaan doen in video's, maar dat ligt ook aan de vraag die ik natuurlijk heb. Als ik wat kortere vragen heb, zal ik vaker dat gewoon gaan gebruiken. Dus het zal gewoon afwisselend gebruikt worden. In deze video ga ik nog even de oude kaartlegging gebruiken. En ik heb ook besloten om in deze video, dus een Nederlandstalige video, ga ik naar Mona kijken. En natuurlijk ook een beetje de politieke energie nu op dit moment in Nederland. Ik zag net ook een artikel van AD voorbij komen. Daar zal ik ook zo heel even kort op ingaan. Vond ik wel interessant. Het is natuurlijk allemaal nu van start. Het stemmen komt er weer aan, 22 november. Dus we gaan natuurlijk weer een heleboel capriolen zien. Ik ben ook heel benieuwd of het ook zo ver komt, maar dat wachten we natuurlijk gewoon af. Ik werk gewoon even met de energie die er nu dan is en wat nu naar buiten wordt gebracht in de media. Dus ik wil eigenlijk in deze video gaan kijken naar Mona en naar de komende week. En in mijn Engelstalige video wil ik eigenlijk meer naar de politiek in Amerika gaan kijken, omdat dat is natuurlijk ook heel veel gaande. En ik heb ook zoiets van, ik weet niet of de Engelstalige video's of de mensen die daar dan naar kijken, of die geïnteresseerd zijn in Mona en wie Mona is. Ik denk dat niemand weet wie Mona is buiten de landsgrenzen van Nederland. Dus ik heb ook besloten om de komende tijd waarschijnlijk in Engelstalige video's soms ook wat andere onderwerpen te behandelen. Omdat het best wel specifiek is, de Nederlandse politiek. En dan moet je ook echt op de hoogte zijn van alle poppetjes die er rondlopen. Dus ik heb besloten om dat even te veranderen. Uiteraard kijk ik natuurlijk of ik ondertiteling kan plaatsen op mijn Engelstalige video's, als je die wel zou willen zien. En ik hoop dat YouTube daarin verbeterd is, want in het verleden had je echt hele aparte ondertiteling soms, dat je dacht, is dit Nederlands? Maar goed, we wachten het gewoon af hoe dat gaat. Ik heb er in ieder geval zin in om het op deze manier te gaan doen. En ik wil natuurlijk als eerste gaan kijken naar het artikel wat ik ben tegengekomen van de AD. Dat was van vanochtend. Met 4 strijd in de peilingen wordt het voor andere partijen dringen om er nog tussen te komen. Nou, ik had hier een stukje. Bij de afgelopen verkiezingen kwamen er op de flanken links en rechts partijen op die zich afzetten tegen Rutte en de politiek waar hij voor stond. Nu Rutte weg is, lonken partijen juist naar de kiezers die voorheen op hem stemden. Oké. Kiezers die Rutte in 2021 nog aan zich wist te binden door zich te presenteren als doener en niet als schreeuwer. En die natuurlijk met de afgelopen jaren, wat er gebeurt is ervaring, niet wilde inwisselen voor een onbekend gezicht. Nou, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Maar laten we eerlijk zijn, dit was al lang volgekookt. Dit heeft niets mee te maken dat er ook daadwerkelijk zoveel stemmers waren voor Rutte. Laten we eerlijk zijn. En ze stoppen er even een getalletje in dat ze willen dat eruit komt en that's it. Ik geloof echt niet dat er zoveel mensen waren geweest die daarop gestemd hebben. Ik geloof echt dat dat al lang al uitgekookt is. Dus dit is natuurlijk ook een beetje onzinnig. Maar goed, veel partijen hengelen naar hun gunst. En in elk geval 4 doen dat voorlopig met succes. Dan heb je nog de VVD die er blijkbaar nog steeds naar hengelt. Pieter Omtzigt, zijn nieuwe partij, een nieuw sociaal contract. De linkse samenwerking GroenLinks en PvdA. Met Fransie volgens mij. En de BBB. Allemaal presenteren ze zich als de stem van degene die dan gaat stemmen in het midden. Allemaal kopiëren ze de Rutte-rol door op te roepen tot minder verdeeldheid. Volgens mij riep Omtzigt al dat hij niet wilde samenwerken met bepaalde partijen. Dus over dat minder verdeeldheid kunnen we ook een andere mening hebben. Een boodschap die erin moet gaan als koek bij de stemmers in het midden die vooral stabiliteit willen. Sociaal-economisch vaak ietsje naar links hellen voor een fatsoenlijke verzorgingsstaat. En cultureel ietsje naar rechts. En dat is een grote groep volgens opiniepeilers. Nou, dit is heel interessant om te lezen. Propaganda gaat weer naar buiten komen. Ze willen natuurlijk, ik heb zelf het gevoel dat ze bewust dus Omtzigt naar voren hebben geschoven. En dan heb ik het echt over de duister en de poppetjes. En Mona, kijk, we weten waar de BBB staat. Daar heb ik al vaker naar gekeken. En ik moet eerlijk zeggen, dat is nou niet zozeer gelijk veranderd. Alleen omdat Mona nu naar voren geschoven wordt. Ik ga zelf gewoon helemaal niet stemmen. Maar kijk wat je zelf wilt gaan doen. Al zou je willen stemmen, zou ik dan nog voor Forum gaan.
Maar ik laat dat helemaal open aan iedereen. Ik doe er in ieder geval niet aan mee. Maar wat anderen beslissen, dat mag iedereen gewoon voor zichzelf weten. Dat maakt mij eigenlijk uiteindelijk niet zoveel uit. Zo sta ik erin. Dat heb ik al vaker aangegeven in andere video's. In ieder geval wil ik wel even gaan kijken. De energie gewoon van Mona, dat BBB. Wat is er gaande? Ik heb het idee dat het ook voor andere dingen gebruikt kan worden. Meer vanuit de witte hoede. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat het niet een duistere achtergrond heeft. Maar ik ga gewoon eens kijken. Want Mona heeft al vaker eens een ander geluid laten horen. Net als Omtzigt heb ik het gevoel dat die ook wel eens uit haar programmering springt. Maar we gaan even kijken wat de energie nu eigenlijk is. Achter het feit dat zij nu naar voren wordt geduwd. Oh, het is een ruige energie. Mijn kaarten vliegen echt alle kanten op. Daar is wat gaande. Ik ben benieuwd wat de kaarten naar buiten brengen. Even kijken. We hebben de koning van bekers. Centrale kaart staaf 3. We hebben de page van zwaarden in het verleden. We hebben de zegenwagen. Voor de toekomst hebben we pentakels 4. En de duivel. Interessant. Ik trek nog even een extra kaart op de duivel. Bekers 9. Oh, bijzonder. Dit is ook een beetje een apart. Het is meer, laten we gewoon eens even rustig afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we gaan hier weg van. Dat is de hele tijd mijn gevoel. Ik weet ook niet echt of dit stemmen nog allemaal doorgaat. Dat laat ik gewoon even, voor wat het is. Dan zal ik zeker tegen die tijd, als er niets veranderd is, gaan kijken. Maar de energie is, wacht het gewoon af en kijk ook even wat er allemaal naar buiten gaat komen. Want het interessante is dus dat we met Omtzigt en met Mona wel mensen hebben die dus vaker uit hun programmering zijn gevlogen. Dus wie weet gaat dat dit keer ook wel even gebeuren. Dat er even wat dingen naar buiten komen die heel interessant kunnen zijn. En waardoor we ook weggaan van dit hele oude, verrotte, corrupte systeem. En het interessante is, we hebben hier namelijk de 4 van pentakels. De duivel. En bekers 9. Bekers 9 is vaak ook een wenskaart. Dus duister wil nog vasthouden. Die willen nog aan hun macht vasthouden. Die proberen nog op alle mogelijke manieren de mens te manipuleren. Nog te geloven in dit systeem. Nog te geloven dat er echt veranderingen komen. Ze proberen het nog. Maar ik geloof niet dat die wens uit gaat komen. Ze gaan het proberen. En ik zal nog even een extra kaartje kijken. Want ik heb het idee dat het volledig in elkaar gaat vallen. Maar ik trek even een extra kaartje daarbij. Oh, en ik zie ook... Dat is een duidelijke kaart. Ik denk niet dat het uiteindelijk zo ver... Dat heeft vaak met militairen ook te maken. Maar goed, dat laat ik even los. Want mensen zijn nu helemaal gefocust op... Ja, die militairen komen eraan. Dat kan. Ik heb ook in mijn kaartlegging natuurlijk over mijn maandlegging van september... Daar kwam die kaart ook naar voren. Dat ik kreeg namelijk ook een heleboel berichten... Dat er ook heel veel oefeningen nu bezig zijn. En heel veel mensen zien dus militairen. Dus zo kun je het ook zien. Ik ben altijd heel voorzichtig omdat mensen dan de hele tijd gaan zitten wachten van... Nou, nu komt het. En dan is het 1 oktober. En dan is dus niet gebeurd wat ze hadden willen dat er had moeten gebeuren. En dan raken ze weer, wanhopig. Dan geven ze het weer op. Dat wil ik gewoon niet. Laten we gewoon verder leven. Gebeurt er wat. De kans is groot dat er iets in ieder geval gaat gebeuren. Maar dat wil dus niet zeggen dat het grootste gaat gebeuren. Maar ik heb wel het gevoel dat we gewoon meer militairen wereldwijd gaan zien. Dat dat wel in de energie zit. En we zien natuurlijk ook in Afrika dat er allemaal dingen zijn aan het gebeuren zijn. Oefeningen overal ter wereld. Ook hier in Europa worden ze blijkbaar weer allerlei oefeningen uitgerold. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen dagen heel veel straaljagers gehoord. Echt gigantische geluiden, dus er is ook van alles in de lucht gaande volgens mij. Dus ik denk ook dat we daarin ook een beetje mogen loslaten dat krampachtig wachten op in zekere zin. Ga gewoon met je eigen leven en met je eigen energie aan de slag. Zorg gewoon dat je voorbereid bent als er wat gaat gebeuren en ga natuurlijk ook gewoon verder met je leven. We kunnen natuurlijk niet alles stop gaan zetten om te wachten tot... Het is wel de bedoeling dat we gewoon verder gaan en natuurlijk verder leven en met onze energie gaan werken zodat we nieuwe dingen kunnen gaan manifesteren en we dus ook echt uit dit systeem kunnen vertrekken. Maar het duister probeert het nog.
Het duister probeert het nog. Het is echt een wens van hun om hieraan vast te houden. Maar ik denk dat ze die wens wel kunnen vergeten in die zin van dat er iets wordt gedaan door de witte hoeden, door de militairen. Er komen dingen naar buiten in dat geval. Dus ik denk dat dit hele oude, waar ze nog krampachtig gaan vast gaan houden. Ik denk dat we echt de komende weken, nou ik weet niet hoe lang het, we zitten natuurlijk tot november, maar het wordt gewoon, ja, die propaganda komt eruit. Wat ik net voorlas over dat ze allemaal in de voetstappen van Rutte willen staan. En dat het, ik geloof er natuurlijk helemaal niets van, maar dat is wat ze naar buiten willen brengen. Ze willen nu andere mensen daarvoor in dezelfde positie natuurlijk schuiven. He, nieuwe poppetjes, zodat het poppenkastje weer door kan gaan. Dat is natuurlijk hun wens. Dat willen ze natuurlijk, hè? Dat weer doorgaat. Maar dat gaat volgens mij niet gebeuren. Er komen veranderingen. En het is nu gewoon heel belangrijk om gewoon te kijken wat er gaat gebeuren. Je ook niet te veel mee laten sleuren met van alles wat er in de media nu naar buiten komt. Al die poppetjes die weer overal komen opdagen en overal witte voetjes willen gaan halen. Echt wat dat betreft, kijk gewoon lekker toe. We zijn op weg om dit achter ons te laten. Dat is echt mijn gevoel daarover. Maar het is wel heel interessant. Ik denk ook dat er nog wel wat dingen uit gaan komen via Mona, via Ontzicht. Wat dingen worden besproken. Ontzicht heeft natuurlijk ook een boek geschreven over hoe hij het ziet en de veranderingen die hij wil doorvoeren. Daar zitten best hele goede punten in. Dus wie weet brengt hij dat nu ook de komende tijd meer naar buiten. Wat ook weer een andere groep mensen raakt die daar dan weer, ja, dingen overlezen en erover na gaan denken. Het gaat ook weer verder in het wakker worden proces. Maar goed, dit is wat ik over de Nederlandse politiek in ieder geval krijg. Interessant. En ook dat Mona weer terug is. Dat is ook niet voor niets. Maar laten we gewoon even afwachten wat er nu precies gaat gebeuren. En ik wil natuurlijk ook even kijken naar de komende week. De energie van de komende week. Even kijken. We hebben de paasje van staven. We hebben, bekers 10. Ik ben benieuwd. En we hebben pentakels 8. Voor het advies hebben we kracht. We hebben staven 4. En we hebben pentakels 3. Ik moet eerlijk zeggen dat we vrij gunstige kaarten hebben. Dus even afwachten hoe deze week daadwerkelijk allemaal natuurlijk gaat. Maar de veranderingen die we soms zien en die natuurlijk naar buiten gebracht worden, dat hoeft niet gelijk te betekenen dat dat ook klopt. En het kan heel goed dat het uiteindelijk hele positieve veranderingen heeft. Uiteindelijk, dat hebben we natuurlijk ook met dat Marilago gezien. Toen natuurlijk bij meneer T allerlei dozen in beslag werden genomen. En later bij meneer B allerlei dozen. En bij volgens mij nog Pence, weet ik niet helemaal zeker. Maar daar werden volgens mij ook nog wat dozen opgehaald. Dus en nu natuurlijk ook met wat er met meneer T nu ook gebeurt. Dat kan altijd weer bij anderen ook gebruikt gaan worden. Witte hoeden gaan in ieder geval, denk ik, ook aardig aan de slag deze week. Aardig aan de slag om die nieuwe wereld te creëren. Dus sommige dingen kunnen lijken alsof ze slechter zijn. Hè, die kunnen, het ligt er ook aan hoe het naar buiten wordt gebracht. Maar voel dus heel goed wat is de echte energie erachter. En wie weet, zorgt dat later op langer termijn juist dat er andere stappen gezet kunnen worden. Dat is mijn gevoel er ook bij. Dat is het schaakspel. En kijk dus ook of je dat vertrouwen ook in jezelf kunt voelen en vinden. Want dat is wel heel belangrijk dat je naar je eigen innerlijke kompas luistert. En ook kijkt natuurlijk hoe het voor jou voelt. Want dat is uiteindelijk, hè, de belangrijkste bron ben jezelf daarin. Maar ik zie eigenlijk dat het deze week interessant kan zijn met allerlei dingen. En ik zie ook als advies dat we eigenlijk ook hele goede kaarten hebben. Volgens mij komt er hier in ieder geval in Nederland een hele goede week aan qua weer. Misschien ook wel een beetje te warm, maar dat zien we dan wel weer. Het zonnetje komt er even terug. Ga in je kracht staan, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ga ook kijken of je samen kunt werken. Want dit zijn wel twee kaarten van samenwerking. Mensen vinden die gelijkgestemd zijn. Met mensen dingen ondernemen, initiatieven opstarten. Ik denk dat dat nu wel belangrijk wordt dat we gewoon gaan kijken wat we kunnen doen. Het is heel belangrijk natuurlijk met je eigen energie te werken. Wat ik ook al aangaf in volgens mij mijn maatlegging van september. Dat het ook de bedoeling is dat we dingen neer gaan zetten.
Zoals je voelt dat je contact met mensen wilt maken of dat je iets wilt opstarten of misschien een moestuin aan wil maken of iets wat goed voor jou voelt, waar je het voelt dat je van binnen zoiets hebt van ja, dat wil ik gaan doen, ga dat ook doen. Deze week zou daar heel geschikt voor zijn om dingen op orde te brengen en samen te werken of juist mensen te vinden die gelijkgestemd zijn, zodat je heerlijk ook in samen zijn met mensen en ja, die vloeiende energie die we ook zoeken. Daarmee kun je ook je trilling omhoog halen. Het is heel belangrijk dat we natuurlijk ook genieten van het leven en genieten van de zon. En ja, dat is ook belangrijk. Zoals ik aangeef, niet alleen het schaduwwerk is belangrijk, ook het lichtwerk. Het gaat erom dat we een balans daarin gaan vinden. Dat het samen gaat komen. Dat we eigenlijk boven die dualiteit uit gaan stijgen. Dat we eigenlijk zien dat er natuurlijk veel meer is dan alleen maar de ene kant of de andere kant. Het gaat om de balans. Dus ik denk eigenlijk dat we een vrij goede week tegemoet gaan. Dat we ja, kunnen gebruiken om dingen te initiëren. Dat we dingen samen kunnen gaan werken. Mensen misschien kunnen treffen die ons verder kunnen helpen. Ik denk dat we meer en meer acties van de Witte Hoede gaan zien aankomende week. Die zijn er echt op gericht om hard te werken voor de mooie nieuwe toekomst waar we naartoe gaan. Ik wil niet zeggen dat dat gelijk zichtbaar is. Dat dat gelijk nu al zichtbaar is. Het kan dus overkomen alsof het een soort 2-3 stappen terug is. Maar uiteindelijk zal dit alleen maar helpen om andere dingen in gang te zetten. Dit is echt een schaakspel. Het is natuurlijk hoe je het ziet als perspectief. Maar voel. Ga naar binnen toe en kijk hoe het voor jou voelt. En volg dat ook. Het is nu echt tijd. En dan moet ik een beetje terugkijken naar de kaartlegging net ook in de politiek. Dat we achterover gaan leunen in die zin. Dat we gewoon alles om ons heen gaan bekijken. Wat er in de wereld gebeurt. Wat er in ons land natuurlijk ook gebeurt. Of nou ja, als je Belgisch bent in België. Of het maakt eigenlijk niet uit waar je ook bent. Dat je daar even een stapje terug van gaat zetten. En zoiets van oké, wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik dingen in mijn directe omgeving veranderen? Dat dat beter voor mij is. Ik denk dat we daar steeds meer op mogen focussen. Nou, hoop ik tot de volgende video. Dag!